Wel, beste student, investeren in een gezonde voeding en voldoende bewegen, dat is ontzettend belangrijk voor je kwaliteit van leven vandaag, maar ook later als je nog wat ouder bent. En op een gezellige, goede manier koken, gezond eten, is dus ontzettend belangrijk. En dus leer de tips. Koken is ook een sociaal gebeuren, gezellig, doe het samen, maar doe het wel gezond en combineer het met voldoende bewegen. Het is een investering in de kwaliteit van je leven in de volgende jaren.